en ik verlies nu maar 9 gold. Als Burdo nu 4 gooit, fucked. Nee, 4 sterren. Oh, fuck, laat maar. Oh, jammer. Maar ja, het vervelende is nu, als iemand op die land, voor jou, voor als één van jullie drie erop landt, is het gewoon klaar. Het kan heel snel gaan, het kan tantelang duren. Nu, dit is een hele kleine map, dus deze duurt wel even. Maar ja, als jij nu 5 gooit... Oeh, 4. Ja, dan ben je, kan je nog steeds de volgende turn 1 gooien, dan ben je ook de lul. Nou, nu heb je wel één probleem. Omdat Burdo die sterren hebt, krijg je dus nu 40 gold. Nu moet je stok verkopen, omdat je in de min bent gegaan. Dus je moet de stoks waar je in geselecteerd hebt, moet je weer terugtrekken. Meestal trek je gewoon wat de game aangeeft, mits je wil uitbelen. Dat is het gewoon. Wauw. Pijn. Nou, Burdo krijgt er nog wat extra's bij. Prima. Succes ermee. Nou, Burdo ook level up. Die krijgt ook wel iets, maar niet gek veel, denk ik. Ik denk dat ze net 500 krijgt. Ja, 511 zelfs. Nou, prima. Die koopt stocks. Hoppa. Ja, die koopt ze ook direct natuurlijk, want ze heeft een straatje erin. Dan gaat ze die ook om allebei die shops omhoog. Hoppa, 111 en 86. Midden wordt ook trouwens een dangerous place to be. Die gaat omhoog omdat zij stocks er hebben gekocht. En zo gaat het door. Alleen omdat dit echt een kleine map is. Tenminste, ja, dit is de kleinste map, dus natuurlijk het begin. Ja. Je hebt ook kans, net als mij, ik heb tot nu toe nog niet op die map geweest. Je hebt ook gewoon dingen dat je buy a property owner out. Even te laten zien, hè. Stel nou, ik zou deze doen. Mm-hmm. Ik kan het niet doen, want het is 5 keer de prijs. Oh, ja. Maar ik ga het niet doen, omdat ik simpel zeg, ik heb het gewoon niet. Je hebt het geld er niet voor, dus fuck dat. Dus daarom laat ik zien, forced buyout is een hele slechte strategie. Als Milan nu 1 gooit, is het klaar. Oké, gelukkig. Nou, gelijk als een solimieter naar die bank, toe. Ja, dat was ook niet te doen. Je hebt nu je suit compleet. Gewoon niet kopen ook, het heeft geen nut. Je hebt niet eens het geld, want je moet het shop sparten, want je hebt geen stocks meer. Ja, weer Burdo. Kijk, als ik op die 131 was geland, was het een beetje zuur voor mij geweest. Voor mij niet. Beter voor jou. Nee, voor jou niet. Soms krijg je hier dus de prompt of je hem inderdaad wil uitbuyen, ja of nee. Ja. En die koopt ze ook. Shit. Ja, dat is het kutte. Ja, dat is dus het kutte, omdat Jordi eruit heeft gebuyed, is Burdo de enige nog risicovolle klant. Maar ja, Burdo is ook bijna fucked. Mm-hmm. Als iemand erop landt, is het gewoon klaar. Ja, Jordi moet nu wel keuzes gaan maken. Ja, ik heb geen keuze. Ik maak gewoon mijn ronde. Je moet wel. Ik maak gewoon mijn ronde. Maar dit is om even om te laten zien welke dingen je wel moet doen, welke dingen je niet moet doen. Ja. Ja, wat jullie dus gedaan hebben, dat doe je nooit, want dan is het early. Nou ja, ik vind nu nog steeds, we zijn nu een half uur denk bezig. Prima. Hoppa, 504 gold. En dan koop je gelijk stocks. Direct. En dan in jouw, in die? Is dat slim? Ja, kan. Maar je kan het ook in je eigen, waar je zelf in zit. Als jij nu, bij wijze van spreken, in die meer investeert, dan heb je een kans dat de prijs omhoog gaat. Je kan er niet van mij investeren, het kan. Ja, of het een handig is, weet ik niet. Milan, Het is gewoon een beetje kijken. Zodra die stokprijs omhoog gaat, dus die onderste prijs omhoog groener wordt, dan is het goed. Oké. Dus ja, in principe is het koop laag in en verkoop hoog. Of lift mee op hoge prijzen. Maar het nadeel is van lift mee op hoge prijzen, die zijn ook duurder. Hé, kut, weer de verkeerde knop. Dus als ik hier 10 koop, dan is dat... Ja, maar ja. Ik zou er meer in, persoonlijk meer in doen. Ja, maar dan heb want ik geen je geld. Hebt altijd, ja, dat is altijd zo. Je moet eigenlijk is het zo dat je straks meer ready cash in je stocks hebt zitten dan dat je het hebt. Die stijl is een beetje wat je aan moet leren in deze game. Tenminste, zo heb ik het mezelf aan. Nou, kijk, weer het probleem is, als ik er nou 10 in doe, dan gaat die 1 gold omhoog. En als ik er 20 doe, gaat die er 1 gold omhoog. Ja, maar je hebt wel meer stocks erin. Hoe meer stocks je hebt en je landt straks op wat, des te meer stocks je kan verkopen, des te eerder iemand anders ook kan crashen. Ja, dat is de tactiek van stocks kopen. Als ik minder stocks koop, heb ik gewoon het geld zo al. In deze situatie hou gewoon 10 aan, want ik lig er waarschijnlijk ooit nog uit. Ja, Jordi gaat niet lang meer overleven, nee. Ik denk dat je in mijn straat zo meteen de lul bent.
Nou, memory block, wat ik zeg, pak niet de kleine. Want dat zijn Bowser dingen. Dat dingetje met certificaat is stok. In een random gebied. Okay. Maar het is gewoon RNG wat je krijgt. Het ging me te snel, ik heb ook niet opgelet. Dus. Je krijgt 20 gold. Twee naar rechts was beter geweest, maar ja, het is gewoon RNG. Dat level up is gewoon... Dat level, one up is denk ik dat je level up gaat? Nee, dan krijg je gewoon geld. Op basis van level. Het is geen barrel van Mario Party, Milan, waarin je kan volgen hoe je dingen loopt. Nee, dat dacht ik. Omdat er memory stond. Ja, het is geen memory. Nou, is ik ben ook eindelijk op het bord. Tuurlijk, hij krijgt weer geld. Nee, hij kan 200 geld van de bank investeren in een van zijn shops. Dus het is gratis geld. Wat? Doe maar. Hoppa! En een stok erbij. Hatsee. Hoe kan ik nou dat huisje van Birdo bijvoorbeeld overkopen? Moet ik er dan per se opkomen? Of... Je moet erop komen. Ik laat het zo zien. Je wilt de game gelijk enden. Nee, ik laat even zien. Je hebt Nomito Rollboard, hè? En heb je Viewboard. Oh ja, wacht. Sales dat is ook nog een ding. Manage shops. Ja. Dan heb je, auction, sell shop, buy shop, exchange shop. Ah, exchange shop zou ik dan nog kunnen doen. Dan kan je exchange shop doen om shops te verwisselen. Ja. Of buy shops. En buy shops kan bijvoorbeeld zijn van, oké, ik wil die shop kopen. Ja. Ik bied er dit voor. Nou, dan kan Burdo er mee eens of niet mee eens zijn. Nee, dat is met exchange. Nu is het gewoon uitbaaien. Ja. Exchange is echt dat je... Ja, want die buy shop heb ik nog nooit iemand zien doen persoonlijk. Nou, maar die buy, dat zou... Jordi, doe het niet. Nee, dat wilde ik even wat langer. Nee, ik doe het ook niet, maar ik moet laten zien. Even tussendoor, dat zou ik toch wel kunnen doen. Ja. Want dat is toch helemaal niet zoveel. Ja, want jij hebt natuurlijk een winkel. Nee, maar waarom zou je het nu al early game doen? Omdat de game zo is afgelopen. Want als iemand op jou komt, is het klaar. Zeg. Ja, we zijn nu al late game. Ja. Buy. Jezus. Ja, je hebt... Zorg dat je nu niet de andere kant weer op kan. Ja. Dus, is het slim om even te kijken of ik... Exchange? Nee, dan... exchange is wisselen. Ja. Oh, wacht, dat is waar. Je moet dus buyen. Je moet even buyen. Kijk, en als ik bijvoorbeeld voor die ga... Oh. Ja. Ja. En dan is het gewoon dit en dan kan ik hem kopen, toch? Nou, hij moet er akkoord gaan met... Jij biedt 85, gaat Beurt er daarmee akkoord. Nou, doe eens nu een keer 2. Ja. Nou, dan kijkt Burdo daarna. En zegt van, nee, ik wil er 150 voor. 150 voor hebben. Wat denken jullie? Nee, zeker niet. Ja, het is voor jou om een derde te krijgen. Dat is het echt niet waard. Je moet naar de shop value kijken, hè. Je gaat gewoon bijna over de kop al. Eén keer. Ja. Dus daarom, dat soort dingen moet je ook eens... Het is gewoon echt... Het is gewoon... Ja... Je kan bijna zeggen, joh, we gaan in de bitcoin. Juist, dan moet je die. Dan gooi je dus weer wat ready cash in een van je properties. Pak in de duurste. Die duurste dan? Ja. Ja, ik pak altijd de duurste en gelijk vol erin jenken. Ja. Je dat kan, is het leukste. Je kan vol erin jenken, je kan het ook verdelen over meerdere shops. Het is soms maar niet gelijk. Je moet dan wel weer op je eigen andere shop erin komen. Maar ja, vol dan kan jenken... Je maximum is 235 en dat komt door het aantal stocks wat erin zit. Voor Jenke is soms de stijl die Harm, Nando en ik vaak hanteren. Want het is dan wel zo, als iemand erop landt, is hij gewoon meteen fucked. Ja. Jordi is gewoon fucked als hij erop landt. Dat vind ik echt machtig. Maar ook had ik de keuze niet gemaakt. Er was soms nog iets geweest van problemen. Want, 18 gold, prima. Nieuw. Ja, ook al. Ik hoor in wat Birdo heeft. Birdo houdt zich niet aan de regels, dus die kan soms gewoon... Ja, die kan wel wat raars doen, zeg maar. Ja. Ik vind het wel moeilijk allemaal, hoor. Ja, het is even inkomen. Forge Street is echt even inkomen. Maar als je hem door hebt, is het legendary. Dan is het echt leuk. En ik denk dat het leuker is als de map groter is. Ja, tuurlijk. Ja. Het is echt een hele kleine map. Ja. Wij konden moeilijk meteen in type gooien met sommige dingen. Ja, maar dit soort dingen... Het leuke met voortschieten is gewoon, ik zal nog steeds gewoon een map verder gaan. Dat doen de meeste mensen, gewoon de alle maps spelen, want er zijn echt kapot veel maps. Nou, prima. Je krijgt weer een extra aantal gold voor het nummer wat je krijgt. En dat hoop ik voor je te hoog is. Nou, 44 gold, prima. Oh.
Oh, die. Iedereen betaalt 44 euro, dus dat is 132. Ja, wat ik dus nu kan doen, ik kan Burner naaien. En dat doen we ook. Nu is elke shop, behalve die rechtsonder, is gekocht. Dus Burdo is nu genaaid. Die is er niet zo blij mee, denk ik. Nou, Burdo betaalt ook weer... Betaalt ook weer gold 14 aan jou. Coins, jee! Nou, 10k gaan we hier nooit zien. Nou, Jordi, end jij de game? Nee! Het zou toch wat zijn, Warp to Bank? Mm. Oh elke my... Shopper. Elke shops heb ik. Ja, mooi. Zou ik het nog een keer proberen of zeg jij dat het blijft lekker? Ik zou het lekker niet doen. Okay. Nee, dat is het beetje... nu zeker niet waard. Dat nou, is een beetje tijd voor de nacht. Dat is een beetje het probleem met spelen met CPU. Daar kan je wat moeilijker mee onderhandelen, want die hanteren gewoon hun eigen dingen. Ja, ik snap niet waarom de vier players er moeten zijn. Dat is toch lekker aan game design? Ja, ach. Nou, ik ga weer level up. Nou, nou hoeveel geld krijg ik nu? Hoe noemen we dat? Promotion. Geld! Money! Hoppa! 3-2 omhoog. Stop hier. Zeker. Joet! Nou, mooi. Lekker. Dank u, Burdo. Dank u, dank u, dank u. Het gaat erom gewoon... Ah, lekker voor je. Lekker. Waarom verkoopt ze dan niet in groen of in geel? Je moet nog eens, je moet twee shops verkopen. Ja, zijn moet alles... ze niet... Oh. Ja, ik dacht van ze moet alles verkopen, maar... Nou, dan heb je nou, option. Wie gaat erin? Bam, 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 bam. Hier kan je elkaar dus naaien. Bam, bam, bam. Kijk, mijn stoksaantal is 1081. Dus ik kan nu uitbelen voor 1081 gold. Maar bijvoorbeeld voor jullie is het niet heel handig om soms erin door te gaan. Ja, ik dacht al, ik wist het gewoon. Waar blijf je? Ik wist het gewoon. Hier kan je elkaar dus echt kapot hard naaien. Mm-hmm. Nou, succes erbij, Jordi. Dank je. Padam, pam, 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 padam, pam. Je kan twee dingen elkaar naaien, dus gewoon spammen en op de i-knop en op het juiste moment stoppen. Ja. Dat is een hele leuke. Ik heb nu een shop van 3 keer over de kop gekocht. Ja, leuk hè. Of je kan, wat ik net deed, gewoon wachten tot hij bijna bij 1 is, want dan zet hij weer naar 5. Je zit gewoon op A te spammen. Lol. Wie? Ik? Mm-hmm. Ja, maar ja, dat doe ik ook om hem net voordat Ram klikt op A ook op A te klikken, zodat hij net iets meer betaalt. Oh, ik leg het toch zo uit, dus... Ja, joh. Vijf. Milan. Dat ben ik. Wil jij... Ik ga een voorstel doen als ik aan de beurt ben om een shoptag gaan exchangen met jou. Ja, maar dan krijg jij die monopolies. Dat ga ik sowieso niet doen. Wie zegt dat? Ik kan toch een goed voorstel doen? Ik kan je ook 2 shops aanbieden. Milan, ik zal het alleen accepteren als hij die linksonder monopolie aan jou geeft. Ja, maar! Dan kan ik het met goed uitkopen. Ja, dan doe ik dat toch. Ik bedoel, ik kan... Dit aan je voorgestellen, 2 shops. Ja, dus je begint altijd, wat bied ik aan van mijn kant voor... Mm-hmm. Even blij terug, ik bied 1 shop aan. Ik bied die aan. En ik wil graag die hebben. En dan geef ik ook nog 2 gold. Dan geef ik er ook nog 100 gold bij. Negotiate terms. Yes. Nou, nu kan jij dus vragen of meer vragen of het weigeren of iets anders. Ja, maar ik doe het niet voor die ene. Wat wil je dan meer hebben? Ja, ik wil niet dat jij daar weer 4 naast elkaar krijgt. Dus dat doe ik niet.
Oké. Nou, dan doe ik het nog een keer met iets anders dan. Dan ga ik wat... ik wil één shot hebben. En als je afvraagt waarom zijn sommige afleveringen zo lang... Nou, om deze reden kunnen sommige afleveringen soms lang duren. Ik bied 2 shops aan. Ik bied die aan. En die aan. En die wil ik dus voor 1 shop hebben. Dat is die. Daar wil ik dus. Bied ik zelfs meer. Hatsa. Negotiate terms. Nou, dank u. En een second monopoly. Ja, je kan ervoor kiezen om het te doen. Hier, jouw shops gaan ook omhoog. Hoppa. 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 Hatsa. Nou, nu rollen. Ga ik lekker rollen. 1. Nou, dan ben ik hoe dan ook fucked. Dus je krijgt nog meer geld van mij. Het is ook net degene die heeft verkocht. Buy this shop 5 times the value. Nee. Nou, de sokprijs blijft gelijk. Dus ik ga gewoon, ben gewoon weer neutraal. Action. Ja, waarom zou... Mee, ja. Nou, succes voor mij. Ik hoef het niet. Ik vind ook veel geld. Je hoeft trouwens niet te bieden. Dan gaat hij gewoon weer normaal de verkoop in. Mm-hmm. Dus daar moet je ook een beetje voor waken. Van joh, heb ik het nodig? Nou, in dit geval is het slim. Om dat te doen. Nou, 3. Nou, je krijgt weer geld. Geld, geld. Maar ik vind het toch knap dat je tweede staat. Maar begrijp je het een beetje of niet? Ja, het gaat soms een beetje snel, maar ik begin het wel een beetje te snappen, ja. Ik moet alleen gewoon nog inzien te komen wanneer wat slim is. Ja, precies. Jordi, je komt echt heel goed weg. Ik speel eigenlijk voor spek en bonen, maar ik ontwijk letterlijk nog alles. Zo, Milan ook lekker ontweken. Godver. Nou, als jij eventjes ergens op komt, willen wij nog extra monies krijgen. Ja, maar wil je het ook op kom? Nee, ik ook niet. Jij denkt dat ik naar beneden ga. Denk het niet. Hier, nou, jullie krijgen toch nog gold. Buy this shop. Nope. Ja, ik verkoop wel een stok. Doei. Je merkt nu eigenlijk hoe je het spel zou moeten spelen. Dus eigenlijk hoop je dat je heel vaak op shops lang, want die venture cards zijn hartstikke mooi. Maar de meeste winst krijg je er pas wanneer je later op landt. Ja. Ah, jammer. Nou, daar heeft niemand wat aan, want niemand heeft daar stocks. Ja. Dat is jammer. Het was beter geweest als het gewoon in een plek was gekomen waar wel stocks. 5. Er is letterlijk nog maar 1 shop die gekocht kan worden. Mm-hmm. Nou, Jordi krijgt weer 500. Tuurlijk gaat Jordi stocks kopen. Oh, lekker. Dank u. Voordat je doorgaat dan. Wat je nu merkt, is ik heb die joker heb ik nu nog. Als ik alle die suits heb. Ja, Milan, Dan blijft de joker nog. Ik snap je keuze, maar uiteindelijk, je moet naar beneden. Ja, maar ik ga. Dan betaal ik hier wel iets minder, zeg maar. Tuurlijk. Ik snap het. Maar je zou nu wel. Je moet nu naar beneden. Dus je komt er hoe dan ook langs. Ja, als je nu via die andere kant was geweest, had je de grote klapper al ontweken. Mm-hmm. Ja, dus je hebt nu nog kans dat je de grote ja, daarom is het soms beter om iets meer te betalen om de grote klapper te missen. Ja. Ja. Is dat nog kut, want je betaalt tyfus veel geld. Mm. Het beste was nu gewoon iedereen geweest als ik lekker op dat andere was geland. Mm-hmm. Waarom? Oh, ik hoef het niet te betalen. Als je het geld hebt, dan biedt het iedere keer aan, ja. Nou, laten we het hopen dat dit iets voor ons allemaal is. Nee. Dart of Gold. Ja, kan. Het kan, maar... Nee, Dart of Gold niet. Toch? Nou, kan wel. Ja, kom op. Geef mij dat kistje. Bouw ze op mij. Oeh, het kistje. Op mij? Oeh. Oh, je ziet ook, iedereen kan het ook krijgen. Dat is ook een optie voor iedereen. Ja, en Birdo is dan het grootst nu. Zoveel kreeg ze? Ik heb geen idee. 100, 200. Pittig wat.
Hoppa. Betalen. Ik snap jouw keuze niet, maar dat terzijde. Eerlijk gezegd, maakt niet uit welke rondes ik doe, hè. Ja, dat is waar. Ik heb geen shops, ik heb wat stocks en dat is het. Dus ik kan net zo goed maar zoveel mogelijk spanning en sensatie in deze video's nog stoppen. Ik vind het toch knap dat je nog leeft, eerlijk gezegd. Nou, slurp erom. Ja, daar gaan we weer. Nou, Birdie ligt eruit. Milan ligt eruit. Ik ligt eruit. Niet, ligt eruit? Oké. Okay. Een kat. Ik ligt eruit. Nou, niemand wint. Ik ben, van ik ben de enige die het heb gehaald. Geld gaat naar de bank. Al een complete RNG dit. Ja. Je krijgt nog 60, ik krijg nog 40 en de rest krijg ik nog een beetje. Maar het is voornamelijk pocket change. Beetje jammer dit. Ja. Nou, daar gaan we weer. Boost, 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 boost. Nee. Hier. Boost, boost, boost. Hoppa! Let's go! Dat vakje is gewoon, als je daar komt, dan is het af. En dit is ook precies, kijk, ik heb geen shops, maar omdat Ham er zoveel heeft geïnvesteerd. Ja. Krijg je daar elke keer geld voor? Krijg ik daar mijn geld van, ja. Mm-hmm. Dus ik lift eigenlijk mee op Ham's succes. Nou, Birdo landt er nu ook op. En zo kan je elkaar naaien, dat is het leuke aan het spel. Ik vind het echt, echt een wereldspel. Het is echt jammer dat er nog geen Switch of Port of iets van is. Dat zou echt een legendary zijn. En het ergste nog is, deze game heeft meer maps dan alle Mario Parties. Zo, mooi. Maar ik zag echt, het net, hoor. Ja. Maar dat is wel leuk. Dat maakt dit wel, denk ik, nog wel extra leuk. Ja, er zitten ook in sommige maps gewoon tot je van gebouwen tot dingen verplaatsen. En weet ik het, de hele kleren zo. Ben je bankrupt? Nee. Oh, je hebt nog stocks. Beter, je hebt nog stocks gewoon, gek. En zo zie je dat stocks jou nog in leven kunnen houden. Ja, je landt goed. Nou, ja, dan moet je nu hopen tot je iets goeds krijgt. Ja, worp. Oh! Picked at random. Shit. Oh my god. Daar gaan we weer. Oh. Yay! Ik weet nou niet of hier nou de stocks ook van omhoog gaan, ja toch? Ja, als de shopprijs omhoog gaan, gaan de stocks ook omhoog. Ja, gaat omhoog. Nou, je krijgt er nog 16 gold bij. Kaboom. Bam. Als ik zo 5 gooi is het af, hè? Dat weet je. Ja, ja, tuurlijk. Maar dat was voor iedereen. Kablim! Hoppa! Wow. En nu moet ik zelf wel een beetje uitkijken, want ik heb bijna geen stocks meer. Maar toch, fuck it. YOLO! Maar ja, zo zie je ook hoe we normaal te spelen. Fuck alle andere huizen. Vaak is er gewoon één huis waar we alles investeren en kijken wat er gebeurt. Zo, Burlo komt goed weg. Holy shit, die komt goed weg, gek. Zo, prima. Mij. Fuck. Niet jou. Kreeg Burlo daarna 20 stocks. Ja. Ja. Wow. Bijna GG's al. Mijn is jou, ik land erop, maar ik krijg ook nog stocks erop. Ja, dus uiteindelijk betaalt hij minder. Ja. Zo, Jezus Christus. Als je nu 5 gooit, is het klaar. Ja. Oeh.